rijstig. Een wut dat goed van toepassing is op het 500 inwoners stellende plakje Harich in Gasterland. Een dorpje dat van 1 september aan op een kop zet wordt door theatergroep Sult. Moardwiif, zij heet haar nieuwe voorstelling en wordt maken door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en speelt op verschillende locaties in het dorp. Nij binnen Sult dit jaar binnen deze twee jonge regisseuses. Ik ben Sjoeke-Marije Wallendal, ik woon in Zwolle en ik ben 27 jaar. Ik ben Anne Zijlstra en ik woon in Snit, 26 jaar en regisseer dus ik Sult. Ik ben begonnen eigenlijk met een mythe, de mythe van Atalanta, die ons beiden inspireerde. En Anne die had daar teksten bij vond van Peer Wittenbos en ik heb interviews hier gehouden in het dorp. Mooie bewenners. En op basis daarvan heb ik teksten geschreven. En nu ben we eigenlijk naar de simmer, een versnelling heen gegaan. Maar de repetities, maar het bouwen, zodat nu alles in première kan. Wat je meer zult vertellen is hoe we gaan al naar een Dassenburg daar. Die informatie. De Dassenburg. Het is heel speciaal dat er een Dassenburg hier in Fryslân is. En, nou, we zijn dus dassen, maar die worden net een soort show. Maar wat vinden de dorpsbewoners nou eens van alle drokte in het dorp toch Sult? Wij winnen beleid. Vind je het leuk dat er een theatergroepje een voorstelling in het dorp houdt? Ja wel. Waarom? Waarom? Dat is nou. Dat wordt levendig in het dorp. Ik heb er nog een mensen jij die het net leuk vond. Ja, ik vind het wel goed. Zeker. Zit er hennen? Ik denk het wel. Het is maar voor even, dus dat geeft niet. Wel leuk. Wat vind je ervan dat Sult het hele dorp neemt? Nou, dat valt wel op mij. Dat hebben we maar per roeren. En dan ben we weer eigen baas. Kom al, volg je bij mij. Als de dag plak maakt voor de nacht, beginnen de repetities. Gidsen loodsen het publiek door het dorp en in het schiemeljacht wordt het verhaal stadig onduidelijk maken onder de taskogers. Atalanta, kun je even komen? Atalanta? Jager, wat binnen plan? Hij zei... Waar ben je? Voet je jonge dame, maar die slappe rokje. Is het dreig om als jonge regisseur in de bak te komen? Ja. Ja, best wel. Dat zie je van de redenen waarom ik eigenlijk zelf een stichting oprichtte in Zwolle. Om dan op die wijze toch mogelijkheden te vinden. Maar ja, we zijn net de enige visken in de vijver. We zijn een heel soort theatermakers die graag regisseren willen. Dus het is een mooie kans voor je? Het is prachtig. Absoluut. Ja. 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 En net in het laatste plak, omdat we echt helemaal zo aan gongje mooi. Kwart zijn het motief over hoe een dorp reageert op de nieuwe bewenster Atalanta. Zond haar komst waren er vreemde dingen en alle eigen rucht ze haar daarom dan ik gauw op haar. Thema van het stuk is insider-outsider, of meer horen we dan wanneer jest er nou bij. De binnenkerels bij tikken, nou net, dan nooit. Pieter Stellingwerf is de grote man achter Sult. Jarenlang die je heideren ziet bij deze theatergroep. Maar je houdt het dit hier voor het eerst uit handen. Het is vaak zo dat ik de grote producties doe en ik wil de verste regisseur een beetje ben. Wij zijn dwanden met een productie van 2011 in Starum. En zo, nou, dan is het een soort tussenier. En daar kun je twee jonge regisseurs misschien vregen wat te maken. Als het zo bestemd bloeien wil, denk ik, moet het zich vernaaien. En nou ja, dat is niks dramatisch, maar dat is gewoon een soort... proces en het is goed denk ik om jonge mensen die talentvol binnen om die gewoon een soort podium te bieden. Ja, samen. Oké, jongens. Als je het dan hebt over de thematiek insider-outsider en je hebt dan een lieds plakje, ja, dan is dat ook heel geloofwaardig. Lieds moet dwarpken weer eigenlijk elts niet in elkaar kennen en dan komt in je binnen. Ja, wat doet dat maar in het dorp? Ja. En ja, dat gevoel heen we hier wel, van dit is smoek, je kent iedereen in elkaar wel. Vanaf het begin speel je vooral de situatie. Als de precieze tekst nou je net weet, help elkaar even. We staan op het punt om het debuutconcert van de Harichster Band te bezoeken. En zo staat deze scène. Ik weet niet of het publiek zo is, maar we hebben wat oorsten aan de race. Doorsnet zeker? Ik ga al mijn aandacht op het concert richten. Vanzelfs dat mooi, maar jongens gewoon kijk er qua daai. Ik denk dat het een hele unieke jong wordt, als ik het zo wat ongeveer, omdat je zit er net op in je plaak. Je komt op echt een heel protte naar 6 locaties in de voorstelling. Dus het is interactief, er is lekker mooi om terug en ja. Daarop just van alles. Er zit humor in. Ja. Ja, het is verrassend, denk ik. Legendarisch. Toen zoals daar wel zitten, hè, dat bier van die. Daarom doe het mooi! Als je zo stomvies, waarom doe je dat mooi? Maar om te bewijzen dat geen enkele vrouw sterker is als een man. Nou, ze hebben we zo lang zien litten dat dat net bier is. Wat ik hoop is dat ze het publiek echt van de ene naar de andere kant slingeren wordt. Dus dat ze zich echt uitnodigen vielen om zelf een mening te vormen over die Atalanta, over het verhaal. En zeg ik afvragen, ja, hoe is dat eigenlijk? Als er dus dan hier in het dorp binnenkomt die oors is en zo is, wat voel ik er eigenlijk van vinden? Ja. Dat is mijn hoop, dat we dat bereiken. Dat het herkenbaar is, inderdaad. Ja, precies. Ja.